Wij zijn gewoon collega's aan het muziek aan het maken. En tijdens het repetitieproces zijn er natuurlijk kleine momentjes waar we die drie jonge mensen een beetje coachen. Maar dan als we samen spelen is dat inderdaad meteen verdwenen. En zijn we gelijke collega's die elkaar artistiek uitdagen. Intensief. We hebben eigenlijk niks anders gedaan dan repeteren, eten en slapen. Gisteren hebben we eigenlijk van 9:30 tot 22:00 s'avonds de hele dag gerepeteerd. En het was ontzettend gaaf om te doen. Dit is ook de eerste keer dat ik ook met Rubens Osvart samenspeel. En ook gewoon de werkdruk en het niveau is zo hoog. Je wordt er zelf ook geïnspireerd om nog meer uit te halen dan wat je normaal hebt gestudeerd. Het is zo inspirerend om dan het hele goede muziek samen te spelen. Je merkt gewoon echt die communicatie tussen alle stemmen en bijvoorbeeld lage strijkers, hoge strijkers en bijvoorbeeld twee bepaalde stemmen hebben iets of één solo. Het is echt heel gevarieerd, maar tegelijk ben je ook een eenheid in het gevoel. Dit weekend was al een enorme stijgende lijn en ik denk dat we volgende week echt gaan knallen en dat het dak eraf gaat in Den Haag, Amsterdam en Utrecht.